En het is nog altijd aan de kop die Ian Stardust. Ian Stardust, maar nu komt Hulk Vrijenesse langs het paviljoen van Jongeland door de Greenard bocht op weg naar de koploper. Maar het valt nog zeker niet mee. En die Ian Stardust die stampt lekker door. Daarachter koersen we in 3 sporen. Ik doe natuurlijk commentaar van het scherm, voor mij nu even moeilijk. Maar het is aan de kop van het veld Ian Stardust. Tweede plaats daarachter dan aan de binnenzijde Annabelle LCH. Daartussendoor broer van Bremen. Helemaal aan de buitenzijde komt daar die aanval van Hulk Vrijenesse. Ook goed daarbij Erik van den Berg met zijn Forever. Paarden ronden de laatste bocht. En het is daar dat hij naar de tweede plaats is gekomen. Die Hulk Vrijenesse maar voorlopig nog niet in de buurt van de koploper. Want dat is paard nummer 5, Ian Stardust. En Ian Stardust stamt door. En die gaat hier eigenlijk heel gemakkelijk ter zege. Ian Stardust. En dan de 6 aan de buitenkant voor de 8 en de 2. Eventjes in de nummers doen we dat. Dat zijn Forever H, Hulk Vrijenesse en Annabella LZH. Allemaal voor de plaatsen 2, 3 en 4. Ver achter een paard dat onaangevochten wint. Hier, paard nummer 5, Ian Stardust, Hiltje Chalsma. Ze zet hier achter eventjes een aantal heren te kijken. Aan de buitenzijde Forever H, goede tweede. Derde wordt ze de 8, Hulk Vrijenesse en vierde de 2, Annabella LZH. En mooi natuurlijk dat er een paard wint van PD Racing, een van de mede-sponsoren van deze dag. En dan ook nog eens een paard uit het INI-syndicaat. Deze Ian Stardust heeft ongelooflijk veel eigenaren en dat is een geweldig initiatief. Even kijken of ze officieel zijn. En het antwoord is ja, we kunnen gaan huldigen de winnaars Ian Stardust en Hiltje Chalsma. 5 jaar deze bruine ruin Offshore Dream uit Urania Stardust. De heer Scheffer, de fokker. Stal PD, de eigenaar. We denken even aan de 1,5 meter inderdaad. Bas Krebas, de trainer. Nou ja, de eigenaar meldt zich hier. Peter, dan pak ik je maar gelijk even erbij. Urania Stardust, de moeder. Is dat niet het paard waar het allemaal mee begon? Ja, inderdaad, ja. Ja, dus het deed het weer top, hè. Hiltje ook, hè. Ongelooflijk. Hoe is het met je INI-syndicaat? Ik zie er een paar bij staan, maar het is niet heel druk. Nee, maar er zitten nog steeds een man of 20 in. En ik kreeg net al de vraag, gaan we nog een jaar door? Ik zei, ja, ik was eigenlijk die van plan. Maar ja, als dat beestje gaat winnen, dan moeten we misschien heroverwegen. De dame links is wel de meest enthousiaste. Ja, die is er altijd bij. Ook mede-eigenaar van Joe Fanatic, dus ja. Heel gefeliciteerd. Wat was dat uitermate gemakkelijk allemaal? Ja, dat ging lekker, hè. Het was, op Groningen had hij heel veel haast om weg te komen, zeg maar, achter de auto vandaan. En ik denk, hij moet draven en dan zie ik wel waar ik kom te liggen. Nou, dan kon ik mooi, ik wist die van Wim ging hard weg en ik kon mooi doorrijden en dan kun je je eigen tempo bepalen. Ja, toen ging het eigenlijk heel makkelijk. Want met Wim kon je zeggen van, ik mag wel. Nee, maar dat voel je wel. Ja, precies. Hij is sterk, hè? Ja, hij is onwijs sterk. Op Groningen was hij 4, liep hij al een hele wereldkoers. En nu vandaag stonden ja, iets mindere paarden in en top. Voor jou nog een mooie bos bloemen. Die heb je al afgegeven. Dat is helemaal mooi. Daar zijn die voor jou op dit moment. En natuurlijk een envelop met inhoud voor Hiltje Chalsma. Zij doet weer goede zaken vandaag in haar titelstrijd. Nog 50 meter. Vlag valt, start gevallen. En na de start wordt de leiding gemakkelijk genomen door Annabella LCH. Maar die krijgt zo dadelijk aan de buitenzijde de aanval van Ian Stardust. Die is al mooi vroeg voorin. We kijken even naar die andere favoriet. Ook die had een droomstart, Jaap Terstal. Hij komt in de tweede spoor al naar voren. Ligt op dit moment op de 5e plaats. Maar vooraan is Willem Brouwer niet van plan om met zijn Annabella LCH de leiding zomaar even af te geven aan Hiltje met haar Ian Stardust. En dus hebben we een snelle opening waarbij er nog altijd strijd gaande is om die leiding. Nu komt aan de buitenzijde Ian Stardust een 3/4 lengte voorsprong nemen en de leiding overnemen bij het indraaien van de bocht. En dat is de Boco-bocht, is Ian Stardust, de nieuwe koploper.
Ian Stardust, lengte voor op de tweede plaats Annabella LCH. Dan Loverboy Vrijthout. En achter Loverboy Vrijthout komt Broer van Bremen naar voren. Die krijgt geen makkelijke koers. Is de ideale gangmaker voor Hulkvrije Nessen. En aan de binnenzijde Hitchka. Achter deze paarden heeft Yannick Mollema met Gilaine een prima positie gevonden. En de laatste twee, dat zijn Forever H. En aansluiting is er voor Colin George. Maar die Colin George, die moet het meer hebben van zijn slotronde. En de deelnemers die gaan door de bocht op weg naar de overkant van de baan. Met die Ian Stardust aan kop van het veld. Op dit moment als een grootvorst. Heeft een lengte op. De tweede plaats daarachter is er dan Annabella LCH. Achter deze deelnemers is het Broer van Bremen die het nodige vuile werk op moet knappen met de neus in de wind. En achter die Broer van Bremen hebben we dan aan de binnenzijde Loverboy Vrijthout. Wanneer gaat Jaap ter Stal ten aanval met zijn hulkvrije Nessen? Dat is de grote vraag. Op dit moment mag Hiltje doen wat ze wil. En dat doet ze graag achter paard nummer 5 Ian Stardust. Die lijkt op dit moment toch de favoriet voor deze koers, ondanks een vrij sterke opening. Is het Ian Stardust aan de kop van het veld. Dat ziet er nog gemakkelijk uit. Annabella LCH op de tweede plaats. Nou komt de reactie. In de start van het veld brengt Erik van den Berg zijn Forever High in stelling. En dan moet een reactie komen van Jaap ter Stal. Maar hij zit al wat met losse lijntjes. En de hulkvrije Nessen, wel een puur karakterpaard. Die zal dan zo dadelijk dat derde spoor moeten gaan kiezen. Vrij vroeg, want we gaan voor de laatste maal naar de overkant van de baan. En het is nog altijd aan de kop die Ian Stardust. Ian Stardust, maar nu komt hulkvrije Nessen langs het paviljoen van Jongeland. Door de Greenheart bocht op weg naar de koploper. Maar het valt nog zeker niet mee. En die Ian Stardust die stampt lekker door. Daarachter koersen we in drie sporen. Ik doe natuurlijk commentaar van het scherm. Voor mij nu even moeilijk. Maar het is aan de kop van het veld. Ian Stardust, tweede plaats. Daarachter dan aan de binnenzijde Annabella LCH. Daartussendoor Broer van Bremen. Helemaal aan de buitenzijde. Komt daar die aanval van hulkvrije Nessen ook goed daarbij. Erik van den Berg met zijn Forever. Paarden ronden de laatste bocht. En het is daar dat hij naar de tweede plaats is gekomen. Die hulkvrije Nessen maar voorlopig nog niet in de buurt van de koploper. Want dat is paard nummer 5 Ian Stardust. En Ian Stardust stampt door. En die gaat hier eigenlijk heel gemakkelijk ter zege. Ian Stardust. En dan de 6 aan de buitenkant voor de 8 en de 2. Eventjes in de nummers doen we dat. Dat zijn Forever H, Hulkvrije Nessen en Annabella LZH. Allemaal voor de plaatsen 2, 3 en 4. Ver achter een paard dat onaangevochten wint. Hier, paard nummer 5. Ian Stardust, Hiltje Tjalsma. Ze zet hier achter eventjes een aantal heren te kijken.